Nou ja, als ik hier zo over de begraafplaats loop, dan, ja, dan heb ik daar geen woorden voor. Ik word daar stil van. En nou ja, dan krijg ik ook wel een blok in de keel als ik zie wat hier gebeurd is. Mensen die blijkbaar het in hun hoofd halen om de plek waar je eeuwig rust moet vinden, om die dan te verstoren. Ja, ik kan daar geen enkele voorstelling bij maken. Nou ja, je praat een praatje met mensen die, ja, die hier ook lopen. Dat zijn soms nabestaanden. Dat zijn soms mensen die hier gewoon even komen kijken wat hier nu precies is gebeurd. Overwegend is het toch met elkaar. Proberen een beetje troost te brengen voor degenen die dat nodig hebben. Maar ook met elkaar de afschuw uit te spreken over wat hier gebeurd is. Het is onvoorstelbaar. Nou, we gaan de schade inventariseren. De politie en het Openbaar Ministerie zijn natuurlijk volop bezig om te kijken van kunnen we ook de daders opsporen. Die hebben vanmorgen ook forensisch onderzoek gedaan. De districtsrecherche is ermee aan de gang. We gaan inventariseren wat de schade is per beschadigd graf. We gaan inventariseren waar zit voor iedereen nu precies de schade in. En dan kunnen we dat kijken hoe we daar verder mee om kunnen gaan.